was het laatste plekje wat we hadden. Dus ik moet ook vrijdag weer voor Pinksteren weg zijn. Dan komt de volgende weer. Alles is vol en ik geloof andere campings ook allemaal. Met dit weer, wat wil je nog meer? Je kunt fietsen, je kunt wandelen, de zee is dichtbij. Nou, wat moeten de mensen nog meer hebben? Ja, wij hebben 30 plaatsen en wij zitten al een heel tijdje sinds Pasen dat wij vol bezet zijn. Ja. Ik zie toevallig één plekje hierachter die vrij is. Ja, precies. Ja, die is nu vrijgekomen. En vanmiddag wij krijgen nieuwe gasten. Dus vanmiddag zullen we nieuwe gasten verwelkomen voor deze plek. Goedemorgen. Hoe is het kamperen met dit weer? Ja, dat kan niet stuk, hè. Zo wil je altijd kamperen. Neusje geven, neusje. Ja, de vrijheid. Het doen en laten wat je zelf wil en... Ja, lekker bezig zijn aan het strand natuurlijk. De dames vinden het heerlijk om aan het strand te zijn. Ja, we genieten er gewoon van. We hebben dus al een toerrit gemaakt hier tussen de tulpen. En het is fantastisch. We moeten nu de mensen teleurstellen, nu voor de ook aankomende dagen. Maar goed. Is er nog genoeg plek op andere campings in de buurt die dat kunnen opvangen misschien? Nou, ik denk dat Hemelvaart wel ook bij onze buren ook wel vol begint te raken. Ja, wat ik zo om me heen hoor, zijn de komende twee weekenden, Hemelvaart Pinksteren, zijn gewoon zijn vol bij de meesten. Zolang het duurt, dan moeten we daarvan profiteren, vind ik. Hè? Ja, het mooiste zou zijn natuurlijk als we dit weer een beetje aanhouden tot aan september. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, goed, ik teken ervoor. Voor iedereen eerlijk.